Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. Vandaag bevinden wij ons in de concertzaal van de Nieuwe Veste. En naast mij zit Monique, medeoprichter van het Okrum Festival. Monique, vertel eens wat over jezelf. Monique Heidema is mijn achternaam. Ik ben celliste en werkzaam hier op de Nieuwe Veste als docent. Maar ook op het conservatorium in Tilburg en ook in het conservatorium in Amsterdam. En ik woon hier en... Ik miste iets met muziek in de vorm van een festival. En al een paar jaar geleden is dat een beetje begonnen met broeden. En vorig jaar is eigenlijk een eerste festival ontstaan. Dus dit is een tweede editie, ook een muziekfestival. Kan je daar wat meer over vertellen, wat het festival precies inhoudt? Het festival houdt in dat... het doel is dus eigenlijk het bereiken van de Bredanaar in eerste instantie. Maar het is inmiddels een beetje verder uitgegroeid en er zijn ook meer connecties. De bedoeling is het samensmelten eigenlijk van niveaus. Waarmee ik bedoel professionele muzici, studenten van conservatoria verspreid over het land. Maar ook de amateur muziekbeoefenaar, dus leerlingen van Nieuwveste, mensen die in een orkest zitten, eigenlijk bij elkaar te brengen. En in een korte week, een kleine week, dus van dinsdag tot en met de zaterdag, sprankelend muziek te maken, feest te maken, plezier te beleven aan het muziek maken. Een beetje ook de mooiheid en de charme van de klassieke muziek ook heeft. Ja, precies. En de interacties zijn zo ongelooflijk belangrijk en mooi om te zien. Als je iets ziet groeien, het is echt, ja, daar moet je bij zijn. Dat kun je niet zo heel erg goed uitleggen. Nou, ook nog een ding wat ik me eigenlijk zelf ook wel afvroeg. Klassieke muziek is momenteel bij de jeugd niet altijd meer het meest populaire muziekgenre. Proberen jullie dit door middel van het Okrum Festival ook terug te brengen? Ook misschien wat meer de jeugd die er niet zo bekend mee is, om die er ook bij te betrekken? Dat is wel de bedoeling. Er is ook een klein takje gemaakt naar de Nassau, middelbare school. Ja. Daar komt in het kader van deze week, het staat in het teken van het Russische muziek... Ja. En daar wordt iets mee gedaan op de Nassau. Niet precies in deze week, maar wel aan de hand van. Maar weet je, ik weet eigenlijk niet zo zeker of het minder is geworden onder de jeugd. Want ik heb namelijk best heel veel mensen om mij heen. Juist van middelbare scholen. Ja. Die ongelooflijk veel plezier beleven aan het maken van vooral ook klassieke muziek. Ja. Dat kun je ook zien in dat concours. Er zijn echt veel jeugdige aanmeldingen. Er is ook een leerlingenavond van muziekschool, van Nieuwveste, op vrijdagavond. Ongelooflijk veel juist jeugdige mensen die daar... Toch wel, inderdaad. Ja, ja, dat is er wel. Dat is er echt wel. Ik weet niet of het anders is geworden. Of dat het meer een beetje een blijvende... Misschien. Ja. Misschien, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om... zoveel mogelijk betrokkenheid te krijgen. Nou, mochten mensen benieuwd zijn en willen ze komen kijken tijdens het Okrum Muziekfestival, waar kunnen ze het programma vinden? Het programma is te vinden op de website van Nieuwe Veste zelf. Daar is een heel mooi overzicht gemaakt van iedere dag. Dus er zijn 3 betaalde concerten, de rest is gratis. Je kunt precies zien waar wat te doen is en waar je wat voor moet doen. Oké. En dan tot slot nog, wanneer vindt het Okrum Festival plaats? Dat is ook wel een mooie. Dinsdag begint het, dat is dus morgen al 21 tot en met zaterdag 25 mei in de avond. Nou, Monique, hartstikke bedankt voor jouw tijd en heel veel succes met het Okrum Festival. Dankjewel. Ondertussen staan wij hier op het podium bij de Crying Carlalas. En dan ben ik even benieuwd, mannen, welk nummer gaan jullie als eerst voor ons doen? Hello Little Girl, een nummer van Lennon en McCartney. Een van de eerste nummers die zij geschreven hebben. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar. Zeker. Veel plezier, mannen. Ja. Dankjewel. Hello Little Girl. When you're passing on your way, I say,
see you passing by, I cry. Hello, little girl, when I try to catch your eye, I cry. Hello, little girl, hello. Send you flowers, but you don't whoa, care. You never seem to see me standing whoa, there. I have to wonder what you're thinking I hope it's me. I love, 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 so I hope there come a day when you say, you're my little girl. First time was having with me. It's been a long, lonely time. And it's a funny, it's a funny to see that I'm about to lose my mind, So I hope you'll come a day when you say, you're my little girl, oh yeah. You're my little girl. You're my little girl, oh yeah. You're my little girl. We staan hier voor Bel Air. Vanavond is hier de kick-off van Breda Barst. Er gaan allerlei bands uit verschillende categorieën optreden voor een vakjury en voor het publiek. En vanavond gaan ze dus kijken welke band er in september mag gaan optreden op Breda Barst. Kijken jullie mee? Twee bands zijn gekozen via een telling op Facebook. Er konden een aantal bands hebben daar laten passeren en daar konden mensen op stemmen. En, daar is goed op gestemd, moet ik zeggen. En de andere drie bands die zijn in samenwerking met POB gekozen. En zodoende kwamen er 5 bands. En vanavond hebben we dus de kick-off. En dat is niet alleen de kick-off van Breda Barst, maar eigenlijk voor het publiek ook de kick-off van jullie seizoen, geloof ik. Ja, dat is de eerste keer dat mensen live wat kunnen zien. Hè. Wij zijn natuurlijk achter de schermen al vanaf november bezig. En we hebben ook al wat namen laten vallen voor het festival. En de kick-off die komt altijd in deze periode. En dan kan het publiek voor de eerste keer met de eerste live bandjes kennis maken. Er is plek voor 2 bands die doorgaan. Beide dagen gaat er 1 band op het hoofdpodium spelen. En dus van de 5 bands vallen er 3 af en gaan er 2 door. En dan wordt dat gejureerd door een vakjury, mag ik wel zeggen, en dan ook door het publiek? Jawel, er gaat inderdaad een vakkundige jury die gaat zich buigen over 1 naam. En het publiek die mag stembiljetten invullen eind van de avond. En die kiezen daarmee de 2e band. En de eerste band die op Breda Barst gaat spelen is Johnny Jester. De band die als 2e gaat spelen op Breda Barst 2019 is Daarmee! Ja, bij mij op het podium zitten de mannen van Crying Carlalas. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel uitstekend. Helemaal. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die jullie naam helemaal verkeerd uitspreken, of niet? Bijna geen. Nee? Nee. Bijna iedereen heeft dat in 1 keer goed. Dat is wel knap. Iedereen. Ja, dat is heel knap. Ja. Want het is best wel een moeilijke naam. Dus waar komt het vandaan eigenlijk? Ja, de Crying, dat is niet zo moeilijk. Hè? Je hebt net de liedjes gehoord die we speelden. Heb je veel smartlappen. En we zijn ooit een keertje aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriendin van ons. José, Carla natuurlijk. En Lala staat voor zingen, dus ja, plak het aan elkaar en je hebt de Crying Carlalas. En waar kunnen jullie allemaal zien optreden? Bij ons thuis in de keuken. Dat is de beste plek inderdaad. Zijn er privéconcerten zeg maar ook gewoon nog? Soms treden we op in kleine gelegenheden. Heel soms in het café, niet vaak meer. Maar meestal in dingen als koffietentjes waar een leuke intieme sfeer hangt.
Want ja, dat verdient de muziek wel. Nee, dat ben ik zeker mee eens. En ik zit nu toch even naar jullie te kijken. Jullie hebben ook allebei hetzelfde polootje aan. Is dat niet hetzelfde? Nee, kijk, het zijn 1-2 polootjes. Met hetzelfde ontwerp, zeg maar. Nee, duidelijk. Maar waarom hebben jullie voor gekozen om gewoon hetzelfde te kleden? Nou, het leuke van die periode, hè, van de liedjes waar wij liedjes uitspelen, de jaren 50 en 60, was ook de stijling, hoe de dingen eruit zagen. Dus ja, als je op het podium staat, dan wil je er ook gewoon een beetje kek uitzien. En dat proberen we dan. Dat is wel kek. Is dat een term uit de jaren 50, 60? Blitz. Oh, ja. Dat is een betere term inderdaad. Hip, ja. Nou ja, het is wel goed geslaagd. Dankjewel. En waar kunnen jullie dit jaar allemaal nog vinden in 2019? Moet je daar ook over nadenken? Nee, we hebben eigenlijk op dit moment heel weinig ingepland staan. Dus daar kan ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Dus jullie houden het een beetje spannend voor ons? We houden het een klein beetje spannend. Hey mannen, mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En dankjewel. Ik hoop nog veel van jullie te zien in de toekomst. Ja, dankjewel. Dankjewel. En dan schakelen wij nu over naar de Popdokter. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Popdokter. Deze keer gaan we het hebben over festivals. Bekende festivals zijn onder andere Woodstock, dat eind jaren 60 werd gehouden. In Nederland hadden we destijds het Holland Popfestival. Een driedaags popfestival in 1970 in het Kralingse Bos te Rotterdam. Tegenwoordig is Pinkpop geen onbekende meer, dat al 50 jaar bestaat. Verder is Paaspop in Den Hout en Schijndel ook een begrip geworden. In Breda hebben we de festivals 538 Koningsdag, Breda Live, Hartje Ginneke, Breda in Concert, Tranen van Verkoot, de Palmparkies en natuurlijk niet te vergeten Breda Barst. Dit was weer een aflevering van De Popdokter. Graag tot volgende keer. Ja, dit was dan alweer voor vandaag. Onstage. We hebben echt zitten luisteren naar een fantastisch duo, namelijk The Crying Carlalas. En mannen, voordat we eruit gaan, gaan we nog één keer luisteren naar een nummer van jullie. Maar welk nummer wordt dat? Het is een nummer van de Everly Brothers. En dat heet I Wonder If I Care As Much. Zijn jullie er klaar voor? Echte tearjerker. Succes, ja, veel plezier.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.